Welkom allemaal op deze missie. Wat is van Linda? Van Linda heeft dit. Is dit ben ik niet in zegt Linda eigenlijk als het ware. Oh, wacht. Nee, ja, juf Linda zou hier staan. Maar ja, die was uitgeschakeld, net als ik bijna. Maar ja, dus uiteindelijk zijn we toch naar hier gekomen om het laatste moment, het grote moment, te beleven dat een onderdeel van het dak op het dak geplaatst is, zodat echt aan de schoolbouw begonnen kan worden. Ja. Ik denk dat het een super mooie school gaat worden voor jullie. Hebben jullie er ook zin in om er naartoe te gaan? Ja! Juf Linda is ziek, ja, dus daarom ben ik nu vandaag een beetje stand-in om de kinderen te vertellen wat hier allemaal gaande is. Want vandaag is het laatste onderdeel namelijk van het hoogste punt van de school, van de nieuwe school, is geplaatst. Ja. Ik wilde meehelpen, maar ja, dat is niet helemaal goed gegaan. Maar het is toch goed gekomen met de mannen van de bouw. Ja, er is een balk opgevallen. Ja, ja, dan krijg je dat. Maar het komt allemaal goed. Wat leuk dat de school opnieuw gebouwd gaat worden. En ik weet wel, jullie zitten nu ook in een heel mooi schoolgebouw. Maar dit wordt nog mooierder. Ja, de kinderen waren er zelfs vandaag bij. Die zijn met bussen deze kant op gekomen om getuige te zijn van het laatste onderdeel van het dak wat geplaatst is. Want er moet nu hard gebouwd worden, er moeten muren komen en er moet een dak op. En wc's en stroom en ramen en deuren. Zodat ze snel naar deze kant op kunnen komen om hier wel les te krijgen. De bedoeling was eigenlijk dat ze in de zomervakantie al over zouden verhuizen weer terug naar hier. Maar de planning is een beetje uitgelopen, dus we gaan nu flink hard aan de slag dat ze in de herfstvakantie, dat moet toch halen als in de herfstvakantie, dat ze dan deze kant op komen weer. Ja. Nou, ik hoop dat jullie heel veel plezier gaan hebben en dat jullie ook heel veel plezier nog hebben in weer van jullie nog eventjes zitten. En dan hoop ik jullie, als het allemaal klaar is, weer aan de goede vlog. Ja, graag.